mensen, ik ben weer terug met Skyrim. Ik dacht dat ik weer eens ga spelen. Het is een tijdje geleden. Welke missie moest ik nu gaan doen? Ik weet niet meer waar ik was. Verkeerde knop weer, zoals normaal. Quests, deze was ik. Oké, met een prisoner moet ik gaan praten. Dat was voordat ik die vrouw moest helpen. Dat mensen achter haar aanzitten, dat weet ik nog wel. Hoe was jullie oud opnieuw en kerst en alles? Voor mij was het ook goed. Met kerst heb ik me heerlijk vol gevreten. Met een heerlijk kerstmaal met de hele familie. Oké, dat is gewoon weer een computer die zit te praten. De gestolen gek zit daar nog steeds te gillen. Maar ik had het wel heel leuk met de kerstmaal. En alles oud opnieuw, een beetje vuurwerk afgestoken. Ik ben niet zo iemand die zeg maar €400 uitgeeft aan vuurwerk. Ik weet wel nog, ik heb nog een beetje rondgekeken. Ik heb de winkel en alles eigenlijk al gedaan. Ik heb mijn items even verkocht en zo. Ik heb wat healing potions gemaakt. En de rest gewoon meestal allemaal verkocht. En dat bedoel ik een beetje meer met offscreen. Of als jullie dat willen zien, zeg het me. Dan laat ik dat gewoon zien. Maar ik probeer wat de saaie gedeeltes wat meer eruit te halen. Dus als jullie gewoon me zien lopen en dan één keer op, snij ik wel stukken eruit. Oké, ik kan open. Kan ik met jou praten? How can I help a brother North? Je kan me helpen met. Epic Stormcloak murdered the High King with his voice. Shouted him apart. Oké, dat geloof ik niet. Of hij moet ook een Dragonborn zijn. Oh, het is een beetje donker. Ik probeer de brightness. Ik heb de brightness net ook al wat hoger gezet. Eens kijken. Het is maar zo. Want de laatste keer dat ik een kleine opnametest had gedaan in het donker kon je helemaal niks meer zien. Als ik de video's verwerk, dan is het altijd wat donkerder dan in het spel zelf. Als normaal. Saving. Ik hoop dat wat helpt. Oh wacht, ik ben nog één ding vergeten toe te voegen. Juist, bij mijn favoriete. Wat ook heel handig is. De torch. Zo. Niet weglopen! Ah! Godverdomme, kom terug. Kom terug. Kom, je bent buiten mijn bereik. Kom op. Ik kan deze dan niet openmaken. Blijf je dan niet staan of kom je hier naartoe? Goed zo. Kom maar. Oh, maar braaf zo. What are you looking at? You have a death wish then? If you know that name, you must know to meet him would be to meet your end. I don't it seems think we so. Both have needs, friend. Mm-hmm. Perhaps we can help each other out. What do you need? I have dishonored my brothers by being captured. And so they have left me here. My life with the Alakir is over now. But I have no wish to die in this god's forsaken land. If I can be released from prison, I may start over. See to that, and I'll tell you what you want to know. How much is your fine? 100 gold will secure my release. You can afford that, can't you? No, it's not so fair. I suppose you'd better hope you can, if you want the information. Get the money into the hands of one of these guards, and I'll tell you what you want to know. Okay. Mm-hmm. Ja, terug. Ik heb sowieso denk ik nog 700 goud. Hoeveel heb ik? 800. Ja. Ik krijg later nog wel veel geld. Done. Convince him to stay out of the city while you're at it. Ik heb dat geld wel later. Kijk nog, maar ga niet weglopen. Niet. Oké, net nog op tijd. Ik heb je even voorbereid. Way out of here, and I'll tell you what you want to know. Ja, ik heb het al gedaan. Very well. Kamatu is west of Whiterun. It's an unassuming little cave called Swindler's Den. Swindler's you realize if you set foot in there, you're never coming back out. They'll kill you. Oh, I kill him. That's your problem, not mine. Guard, my fine's been paid. Now set me free. Ja, laat hem vrij. Ik ben weg hier. Kijk, een foto bij deze loading screen. Nee, deze kan geen foto. Oké, even die torch uitzetten. Die hebben we niemand nodig, ik ben niet buiten. Ik heb ook een paar dingen maar bij mijn favoriet gezet, wat healing potions, een paar spreuken en mijn twee wapens. Dus ik weet nog niet wat voor wapencombinatie ik ga gebruiken. Veel mensen gebruiken boog, tweehandig wapens. Maar ik vond het altijd gewoon fijn om een schild en zwaard te hebben. Maar ik ben een beetje... Is dat een lijk daaronder?
Wat de? Oké. Dan moet ik eens nakijken. Such. Oké. Een complete skelet met 6 goud. Oké. Dat moet toch. Is dat in de piranha's? Cool, ik kan vissen uit het water rapen. Jee, jee. Haha, was nieuw. Vlug, wat zijn dit? Nog meer botten. Of nee, wat zijn dat? Oké. Even lucht halen. En naar beneden. Zit nog meer hier beneden? Nog meer. Nee, heb ik al opgeraapt. Ik wist niet dat je zomaar vis kan oprapen. Heb ik dan ook bij eten staan? Dat is nieuw, dat wist ik nog niet. Ha! Ik heb gelijk gewoon. Het is al gelijk gesneden en alles. Dan blijft die botten maar glitchen naar beneden. Ook altijd een handige. Ook altijd een hele handige tip. Voor als je grotten gaat verkennen en zo, en dungeons. Neem altijd 1 of 2 als je begint. Cure disease potion. En weet je waarom dat meestal is? Je kan ook vampieren in de grotten tegenkomen. En dat is heel vervelend als je in een vampier kan worden. Want ja, je kan hier in het spel een vampier worden. En bij Oblivion was het heel erg kloot. Ik was gewoon uren bezig voor een antidote. Want ik moest een paar dingetjes vinden voor een potion te maken. En die was nergens in geen enkel shop. Omdat ik ze vaak genoeg heb leeggeplunderd voor potions te maken. Nope, sorry. Nee, je hebt ook niks. Dus hou altijd een paar disease potions en let altijd een beetje op wat je, hoe je stats zijn of vergiftigd bent. Als je niet weet hoe je het kan laten zien, laat het zo meteen zien als de loading screen gedaan is. En het is gedaan. Ga je naar Magic en dan ga je naar Active Effects. En dan staat hier of je vergiftigd bent, je stamina, je sterkte omlaag, je HP omlaag, alle gif en alle boost. Staan daar. It's no fun getting pushed around all the time. En daar moet je gewoon mee opletten. Maar we gaan eens even een beetje adventuren. We gaan naar die ene quest daarachter toe op de kompas. Gaan we eens met het mannetje praten of vechten. 1 van de 2. Dus nu gaan we eens een beetje adventuren. Dat is een kasteel waar ik al geweest ben. Dat was waar die draak was. Up, eroverheen. Nu ga je ook gelijk. Oh ja. Ga ik eens die mammoes en die reuzen bekijken. Ik heb gehoord dat die reuzen aardig sterk zijn. Dus ik ga eens eentje vechten als ik het kan. Kijk hier. Mammoetschedel hier liggen. Gelijk beroven ofzo? Nee. En ik heb eindelijk de knop ook gevonden om dingen op te rapen. Of als je dingen wil gooien. Hallo, rennen jullie maar weg. Jullie pakken wel een andere keer. Ah, daar zijn ze. Daar zijn de reuzen en de mammoets. De vlinders. Oké. Wat ik nu ga doen is... F5. Bukken. En wacht, begin ik met mijn boog. Daar begin ik mee. Dan ga ik met jou beginnen. Kijk hoe sterk die reuzen eigenlijk zijn. Kom maar. Wacht hè. Nee. Raak. Oké, hij zoekt me. Shit, ga niet voor me staan. Mis. Oké, ze hebben me gezien. Tijd voor naar die wapen te switchen. En de shout. Slaan. Kom op, laat zien wat je kan. En ik ben dood. Dat lukt niet meer. Loading again. Zo. Oké, ik probeer het nog 1 keer. Als het dan niet lukt, dan ga ik verder. Wacht tot ik sterker ben. Slaan. En shot. Kom, sla met die knuppel. Sla met die knuppel. Dat is met de voet, met de knuppel. Oh fuck. Ik kan niks doen. Oh shit. Kom, sla met die knuppel. Nee, lukt niet meer.
Het lukt niet. Maar ik had een keer een glitch gezien. Als je laag genoeg level bent, je gaat meteen tegen de reuzen. En je vliegt gewoon meters de lucht in. Maar het lukt niet. Wacht, misschien kan ik... Ik zie daar een kist. Misschien kan ik die beroven. Zonder dat ze me zien. Oh, detected. Hidden, detected. Let niet op mij, reus. Ik wil alleen maar die kist daar hebben. Komt ook dichtbij genoeg. Om... Ik weet dat hij me ziet. Wat zit hier eigenlijk in? Mammoet cheese. Oké. Okay. En hier ook nog meer mammoet cheese. Kist. Ah, hij zit op slot. Ja, ja, ja. Ik weet hoe het gaat. Dit gaat veel lag... Oh, dit gaat weer veel lagpicks duren. Ah, kom op. Welke kant is het nu? Godverdomme, het is er nog expert. Ik probeer nog één keer als het dan niet lukt. Is het hier zo? Nee. Nee, laat maar zitten. Mijn lockpick is increased, maar dat is nog te laag level voor expert, denk ik. Oké, waar moet ik naartoe? Daarheen. Hé, hey, daar is nog een kasteel. Nou, die kasteel eens bekijken. Misschien vind ik daar wat leuke materiaal. Hopelijk geen vampiers. Oeh, ik hoor wolven. Wolven. Oh ja, wat ik ook nog van plan ben om te gaan doen, is mijn... Oh shit, ik heb mijn schild niet. Ik heb mijn schild niet, waar is mijn schild? Misschien moet je ook mijn favorieten toevoegen. Kom op. Kom op, laat zien wat je hebt. Die is dood, waar is die andere? Hier kom jij. Oh, je hebt hem al. Oh, nee, is niet dood. Oh fuck! Oeh! Die is dood. Maar wat ik nog wou zeggen, was dat ik met armor maken en zo gaat trainen. Want blijkbaar als je armor training op het level 100 hebt, kan je een armor maken van dragon skin. Een dragon bones, dus een, zeg maar een draken armor. En dat zou ik wel graag willen hebben. Dus ik ga het een beetje offscreen doen, gewoon veel leer over en over en over trainen. Doe ik al een beetje offscreen, doe je dat niet, dat vervelende zien. Er zijn mensen daar. Friend of foe. Wacht, wacht. Quick save. Oh, dit is belangrijk. Hallo? Ben je vriendelijk? Hallo? Oké, rustig. Ik wil alleen maar kijken hier wat hier aan de hand is. Is hier een gewone ingang? Oké, ze wordt nu... Oké, je valt me aan. Wow, er zijn veel rode punten. Ik probeer het. Lekker mis. Joehoe, ik zit lekker hier. Waar is de ingang? Oh, dat is bandits. Nu zie ik het. Ik zie bovenaan staan bandits. Oké, kom maar op. Hallo. Kom, sla. Sla? Nee? Ha! Mijn beeld. Mijn beeld. Dood. Hallo, bandit body. Wat heb je voor me? Oh, mijn boots. Ja. Yes, I'm a Nord. Ze hebben zelfs poppen om mensen af te schrikken. Zit mijn sissy gaan zitten schieten? Hier is de deur. Oké. Nu kan ik vechten. Kom op, waar zijn jullie? Daar. Wow, die pijl vloog langs mijn gezicht. Links, rechts. Auw. En nog een keer. Je stond gewoon stil. Kom maar. Links, rechts. Haha. Dood. Nu. Die is daar boven, hè. Even. Oh shit. Kom, naar boven. Naar boven. Dat is een pop. Waar is de rode punt? Daar is de rode punt. Is hij beneden nu? Ja, ze is beneden. Ha! Ik spring naar beneden. Joehoe, hier ben ik. Dit is mijn eigen. Daar is een rode punt, zie ik. I bet you won't. If I can find you. Where the hell are you? Oh Jesus, je had al aan de hoek te verstoppen. Zo. Dood. Wat heb jij voor mij?
Pijlen. Oeh, zilver ingot. Zwaardboog. Nope, hoef ik niet. Kom, laat me langs. Laat me langs. Je stond me in de weg. Eens kijken wat jij voor mij hebt. Goud. Boog. Nope. Wacht, waar dat... Waar dat ijzeren pijlen? Ja. Gewoon ijzerpijlen. Er moest nog een paar lijken zijn. Zien we achter. Dat was het. Oké, is tijd om wat dingen te gaan beroven. Wat heb je hier? Een hamer. Kan ik hier zo mee repareren? De hamer. Nee. Ja, vallen. Normaal aan begon met hamers kon je armor en zo op repareren. Maar blijkbaar zit dit hier niet meer in. Dat hebben we hier allemaal. Blacksmiths, allemaal spullen. Dat is altijd handig voor als je dingen moet maken en craften. Voice, ammo. Zijn allemaal hetzelfde? Ja. Kan ik zo'n dingen maken, maar dat doe ik allemaal afschieten. Dus een andere keer. Trouwens, ik heb niet genoeg materiaal daarvoor. Dus. Ah, daar is nog een lijk wat ik nog niet verkend heb. Wat heb jij voor mij? Nog wat pijlen. Lockpick, dankjewel. En normale spullen. Zo. Er moet hier ook een ingang zijn. Ik zie daar denk ik een deur. Het is een deur. Laten we even de kasteel gaan verkennen. Kijk, een foto. Geen foto zo te zien. Jammer. Wel wat rook. Ik ben op de helft van level 6. Bijna level 7. Oké, ik ben binnen. Oké. Is hier iemand? Er is hier... Oh. Oh, hallo. Miss. Shout. Dood. Oh, hallo mevrouw. Please, someone do something. I'll have your head. Oh shit. Ik red je. Zo, die is dood. Steel axe, 100 waard, maar die weegt veel. Ik heb hier denk ik een vrouw gered. Ze gaat wel. Cook and clean and do whatever it is they ask of me. Oké. Eens kijken. Wapens weg weer. Oeh, potion. Emmers. Rotzooi, rotzooi. Wat zijn dit? Potion of Illusion. En wat HP potion. Ik denk dat ik hier heel veel potions ga verzamelen. Hey, nog wat vis. Heb ik nu wat vis? Yep. Omdat de vis helemaal weg zou gaan. Ik hoor nog mensen praten, dus bukken. Oh ja, dat laat me nog iets leuks zien. Wacht. Let op, hè. Het is een leuk dans wat je met haar kan doen met een partner. En Oké, dat is genoeg. Het is gewoon leuk dat ze op precies hetzelfde moment bukt. Oké. Ik moet haar nog betere wapens en armor geven. Wat moet jij zijn? Hey, een bijl. Daar weet ik wat leuks mee. Kan ik het hiermee doen? Hiermee? Ik weet dat je met een bijl zelfs hout kan verzamelen voor wapenscrafting. Dat is een rat. Red meat, dankjewel. Kom mensen praten nog meer. Vallen. Oeh, een potion. Defense potion. Wat was dat?